Oh, kijk. Ja, hartstikke goed. Geen basketbal, hè? Oh. Ja, Lexie. We hebben het laatste. Je zo aankrijgen. Oh, schattig. Doe als je pillen. Cool, de leuk om je outfit. Hallo, Femke. Hallo, Femke. Hallo. Deze nieuwe vlog. Waar zijn de Bellygas familievloggers. En leuk dat je vandaag weer met ons meekijkt. Het is zaterdagochtend. Wij zitten hier even gezellig aan ons ontbijtje. Hey. En Luxie die zit hier lekker een peertje te eten. Goedemorgen, Luxie. Mag ik ook een peer? Je mag ook een peertje. Kijk eens. Oh, het is lang geleden toen we die peer gingen opeten. Ja, lekker peertje. Ja. Alsjeblieft. Dit had niet te veel gegeten. Ja, een peer. Het zijn Duitse peertjes volgens mij nog. Nou, vandaag is het de grote dag van de uitreiking van de Zapp Awards. Dat is vanavond. En dan hebben we een live, het is een live uitzending. Dan nemen jullie natuurlijk ook weer mee. Genoeg nog op de planning vandaag. Dus zometeen gaan we eerst nog eventjes de auto wassen. Want die is nog een beetje vies van de wintersportvakantie. En dan gaan we straks onze Zapp Award outfits aandoen. En het thema van de Zapp Awards is een touch of green. Nu hebben we in principe wel allemaal leuke groene outfits. Alleen een beetje nog de discussie of Luan nou geel of groen aan heeft. Maar goed, volgens de winkeljuffrouw is het groen. Mintgroen, neongroen, limoengroen. Maar we hebben nu nog even onze deze outfits aan. Want we gaan eerst nog even de auto poetsen, Luxie. En even nog door de wasstraat. Ja. Papa. Ja, met papa. Die is nog helemaal vies van de wintersport. Ja, als je oppas op die stoel moet laten. Ja, dan gaat de oppas Kelsey die gaat met ons mee. Omdat de kinderen, Luan en Lucilla, mogen in de live uitzending vanavond. Alleen ja, Luxie die is nog te klein en te jong voor in de live uitzending. En ik denk dat zij dan ook slaapt. Dus dan is Kelsey erbij om met Luxie, hè? Ja, gaat Kelsey met jou spelen? Ja. Ja, schatje. Zo, moeder stofzuiger het huis. Ik ga met Luan even de vuilnis kruien. Kijk, die moeten we mee naar de wasstraat nemen om de stoelen mee te poetsen. Oké, Luan, ga even mee, de vuilnis kruien. We moeten even naar de vuilnis. En de laatste. En daar gaan we, door de kamers. Gaan we door de wasstraat. Nou, de kinderen hebben een lekkere lolly gekregen. Voor op de achterbank. Ja. En ondertussen is de auto even aan het schoon worden. Oh, kijk. Allemaal borstels langs de ramen. Wat is dat? Hallo! Hey, Luxie. Vind je het helemaal niet eng? Nee, ze heeft het al vaker meegemaakt. Ja, maar dit is de vijfde keer of zo. Ja, zoiets. Mama. Ja. Het alleen even. Ja, de eerste keer moest je huilen, hè? Weet je dat nog? Ja. Toen vond je het spannend. Luxie, maar nou niet meer, hè? Doe een klein stukje open. Zometeen. Nee. Kijk, papa's haar is nog niet droog. Dat moet je eigenlijk zo. Nee, we gaan geen ramen open. Mijn haar is niet helemaal droog. Ik heb vergeten te feunen, maar dat is niet erg. Nee. Want we hebben hier gelukkig ook een feun. Moet je opletten, hè? Dat was de feun. Nou, mijn haren zitten weer goed. Dat is de feun. Zag je dat? Kijk, mama, een octopus. Ja. Mijn haren zijn wel mooi door de feun van de octopus. Maar nu van gelukkig hoeft papa niet alleen te poetsen. Nee, we gaan met z'n allen helpen. Zijn we met z'n vijven. Familiekoers. Ja, lekker met z'n vijven poetsen. Zo, ik ga even een extra emmertje sop vragen voor de stoelbekleding. Ja. Nou, eerst de matten eruit, Lu. Hallo. Mag ik even warm water, want ik heb wintersportstoelen. Helemaal vies. Hoppa. En doe die dop maar open. Van alles reinigen. Ja. 1, 2. Ja, dat is goed. Toppie. En dopje erop, vriend. Zo, nou hier is ons sopje. Luan, wil jij de matten nog even verder zuigen? Ja. Ga ik beginnen met de stoel, hè? Kijk, want dat sopje is nodig voor al deze modder op de bekleding. En mama is hier met Luxie. Of hier is mama met Lucilla. Lukt het? Ja, helemaal prullen. Lekker, hè? Samen opruimen. Nou. Wauw, Luan. Hey, Lu. Dat dashboard, jongen, dat heeft in tijden niet zo geglommen. Nee. Dankjewel, jongen. Hij begint al aardig op te schieten. Luxie die is hier lekker met de poppen.
zegt ze weer. Papa doet daar achter alles. En Luan is daar. Oh, hij is net weg. Hij is super bezig. Wat ga je doen, jongen? Ik ben even aan de voorkant helemaal aan het frontpoot zetten. Oké. Okay. Dus het weer glimt dat je er kort doorheen komt. Oh, dat is wel handig, hè, op de weg. En Unicorn Lucilla, die is hier bezig. Hey, Unicorn Lucilla. Waar ben je net doen? De mat en het stofzuigen. Heel goed bezig, Olivier. Dat doe je hartstikke goed. Nu heeft hij de stoel van Lucilla, want ze werd veel te groot. Zeg maar, dag babystoel. Dag babystoel. Kijk, welke hebben we erin? Lucilla, Luxie kreeg jouw stoel. Zie je dat? En jij zit op Luan's stoel. En Lucilla heeft het opstapje van Luan. Ja. Gaat alles weer een stukje doen. Oh, oké. Okay. Zo, Luxie. Dat was je eerste stoeltje, je eerste grote stoel. Ja, en mama zit daar. Nu weer naast papa, ja. En dan kan Luxie in deze zitten. Oké. Okay. En dan mogen de boodschapjes zo naast je. Luxie, grote meid. Papa. Ja. En dan heb ik mijn vriendinnetje weer terug. Zit mama weer naast mij. Ja, dat is leuk. Nou, we gaan even lekker snel de boodschapjes doen. Zodat we morgen lekker ontbijtje binnen hebben nog. Boodschappentas. Oh, boodschappentas. Ja, waar hadden we die neergelegd, huisjes? En die auto is weer showroom nieuw, zie je dat? Ja, we gaan er aan zitten. Ja, bedankt voor het helpen poetsen, hè. Zo zie je maar. Teamwork makes the dream work. Hé, hey, Lucilla. Dus veel fruit en groentjes. Geen basketbal, hè? Oh, wat een lekker appeltje. Is mama weer. Ja, mama weer. Ja. Ik zie zijn mandje weer leeg. Hij is het mandje van de buren. Kijk, ons mandje is weer helemaal leeg en op de band. Dag, Lixie. Dag. En we hebben de laatste Aqua Mini. Laatste. We gaan weer. Op naar huis. Nou, onze deugd eet even lekkere poffertjes die nog in de koelkast lagen. En we pakken de boodschappen, hè? Is smakelijk. Oh, lekker Luxie. Lekker Lucilla en Luan. Hello finger, hello finger, where are you? Here I am, here I am. How do you do? Zo. Nou jongens, eet smakelijk, hè? Ja, met de poppetjes. Dank. Ze zitten nog in de wintersport fase. Dank. Dat hebben ze geleerd in Winterberg. Here I am, here I am. How do you do? Nou, we hebben lekker de lunch op en het is tijd om ons even om te kleden. Ja. Want vanochtend hebben we natuurlijk de auto schoongemaakt. En dat kunnen we niet doen met onze mooie... Dat kunnen we niet doen met onze mooie award kleren. Zoals jullie afgelopen vlogs hebben kunnen zien, heb ik gekeken voor wat leuke kleren te kopen voor de kinderen. En voor ons dat we een beetje een soort van matching zijn. Het thema was een touch of green. Nu ben ik dus de stad af geweest en heb ik voor mezelf op zich wel een groene jurk gevonden. Dat is deze. Dat was de eerste beste jurk ook die ik tegenkwam. Ik dacht, ik neem het mee, want zo heel veel groen was er niet. En voor Luan had ik een hele leuke trui. Ga ik zo even laten zien. Het is een, ja, Luan zegt miloengroen. Miloengroen? Miloengroen? Of neongroen? Of wat hadden we nog meer? In ieder geval. Luan zei dat het geel was. Maar ik heb het aan de juffrouw gevraagd van de winkel. En die zei iets van neongroen of zo. Dus ik dacht, nou prima. Meloengroen. Je kunt er ook geel... Meloengroen. Meloengroen. Meloengroen kan ook. Voor Luxie en voor Lucilla kon ik niet helemaal outfits vinden in een groene kleur. Dus wat heb ik nu gedaan? Ik heb twee Twinning is Winning setjes met dit superleuke haarbandje. Zodat ze wel dezelfde outfit hebben met een touch of green van dat haarbandje. Kijk Luxie. Dit gaan jullie zo aankrijgen. Kijk, Luxie kan hartstikke goed de broek aan doen. Kom, gaan we staan. Ja, kan je beter bij staan. Ja. Grote broer even een beetje helpen. En we gaan broek. Oh! Ging net als een vliegtuig omhoog. Sluw aan die gekke broer. Ja, en dan doen we ook even deze heel even goed aan. Ja, zo. Lucilla heeft hem ook al helemaal zelf aangedaan. Ja, knopen. Hartstikke mooi. Ja, die doe ik zo. Ja, dit is het blouseje moet erin, denk ik, hè. Ik denk dat het mooiste is als het blouseje in de broek doet. Want het is een mooie getailleerde broek. En Lua, laat eens zien. Wat heb jij voor outfit? Nou, ik zal hem ook even laten zien. Laat maar eens even zien, kerel. Want is het nou groen of is het nou geel? Groen, geel. Lua zegt geel. Ja. Ja, je hebt nu groen aan. En jouw muur is geel. Ja. Dus ja, als ik hem nu inderdaad zo zie... Vind ik het inderdaad best wel geel. Ja. Maar ja, het thema was groen. Hoe gaan we dat nou fixen limoen dan? Limoengroen, ja. We maken er limoengroen van. Als ze vragen, hé, waarom is jouw outfit geel? Dan zeg je? Dit is geen geel, dit is limoengroen. Of neongroen? Of dan zeg je gewoon, mama is een beetje kleurenblind. Dat mag je ook wel zeggen. Oh nee. Het eerste wat Luan zei toen hij thuis kwam, hij zag die trui. Oh wauw, een gele trui. Dus ik dacht, oh nee, het is toch niet geel. Maar goed, het maakt.
maakt niet uit. Het is een beetje, gaat ook een beetje om het idee. En het is sowieso een hele stoere outfit, jongen. Je hebt sowieso een goede outfit aan. Tada! De meisjes zijn klaar. En ze willen erbij zitten. Gaan jullie samen zitten? Ach, wat schattig. Luxie die heeft trouwens nog deze schoentjes van een vorige keer. Deze. En die van Lucilla waren te klein. Dus die hebben we even nieuw besteld. Vandaar dat die nog mooi wit zijn. Maar Luxie's voetjes, die pasten nog. Maar het staat hartstikke leuk, kinderen. Ik vind het prachtig. Miloen groen. We noemen het Miloen groen. Geen idee of de kleur officieel bestaat, maar bij deze. Miloen groen. Heel erg leuk. Oh, echt superleuk. Helemaal into de twinning is winning met een Miloen groen. Niet nou. Helemaal het stelvuur. Nee, jij hebt die ook nog om. Hè? Die vond jij ook nog mooi, hè? Ja, dus voor Luxie is die een beetje te groot, dat kettingtje. Oh, die ja. Ja. Nou, super. Meisjes, ja. Nou, Luan die heeft zijn stoere broek al aangedaan. Zo. En dan komt ze meteen de Miloen groene trui. Komt er nog bij. Ja, vond je die leuk? Ik zie. Hij zit mooi, schatje, die spijkerbroek. Niet zo gek doen als je billen. Een hele mooie broek. Ja, leuk. Zit heel leuk. Ja, mooi strak, hè? En zulke strakke. En Luxie ook? Ja, Luxie doet de handjes in de zak, zie je dat? Zijn het je handjes in de zak? Ja, en ook eentje op je kontzak. Mooi, ga je dansen? Gaat Luxie dansen? Het is zo mooi, liefie. Mama. Je bent zo'n mooi prinsesje. Je bent heel mooi. Gaan we mama zo ook even omkleden? Ja, Luxie gaat trouwens niet de uitzending zelf mee in. Daarvoor is ze nog echt te jong. Vorig jaar waren we ook voor de Zapp Awards genomineerd. En mochten Luan en Lucilla niet de live uitzending in. Vonden ze toen ontzettend jammer. En hebben ze backstage de uitzending gekeken. Oh, ja, kom maar. Vorig jaar hebben de kinderen de uitzending gezien vanuit de backstage gebeuren. Toen waren ze wel mee over de rode loper. De groene loper was het. Daar waren ze wel mee. Alleen op het moment dat Daniel en ik de studio ingingen. Bleven hun daarbij de oppas. We hadden toen oppas mee. Het was heel erg jammer. Dus vandaar dat we hadden gevraagd of mogen de kinderen nu dan toevallig wel de live uitzending mee. Ja. Dus mochten ze toch de live uitzending mee. En ja, Luan is ook genomineerd voor zijn eigen liedje. Dus het was net zo leuk dat het dus natuurlijk ook echt bij is. Dan is het er toch een soort van bij. Alleen dan achter de schermen. Wil je poppenhuis spelen, liefie? Ja, mam. Ja, even poppenhuis pakken. Kijk eens, even naar beneden doen, hè. Dan kun je erbij. Zo. Ah, jongen, hij is wel heel vet. Die geeft gewoon licht in die trui. Ja. Ik vind hem wel super vet, Lu. Oh, vandaar maak ik deze keer ook zo'n mooie vriend. En dit is mijn zegje. Tada. Ik vind hem super cool, Lu. Het limoenengroene trui van Lu. Maar kijk, heel erg leuk. Het is wel echt het zilveren kleur. Ja. Dat is wel raar. Maar het is geel, groen, limoen, geel, groen. Limoengroen. Ik vind het meer lichtgeel. Ja, maar goed, maakt niet uit, jongen. Je ziet er perfect als uit voor je awarduitreiking. En ik dacht, ik doe maar toch even enkelsokken aan. Oh ja. Even iets mooier. Ja, dat klopt wel. Nou, nu, dit is mijn groen. Als ik zo naast jou sta, dan is het echt wel geel-groen. Nou ja, als we er wat van zeggen, dan geef mama maar de schuld. Het is wel een beetje groen-geel. Groen-geel. Een beetje groen-geel. Hé, hey, maar jongen, je bent gewoon genomineerd voor beste Nederlandse track met je duimpje omhoog liedje. Ja, weet je met wie je bent genomineerd? Ja, snelle en... Duncan Lawrence, die heeft het Euro Songfestival gewonnen voor jaar. Oh ja, die. Ja, die. Goed hè? Ja. Hey, en of je nou winnen of nou niet... Dit is echt al een superprijs dat we tussen deze grote sterren mogen staan. Oh. En wij natuurlijk ook met onze YouTube-kanaal en met Instagram. Dat wij al zijn genomineerd. En dat we al bij de top 3 horen in alle drie de categorieën is voor ons echt al super. Maar en een hele fijne prijs. Original. Original. En free. Origineel en vrij staat daar. En wij gaan vanavond hier heel erg van genieten. Want wij zien dit echt als een... feestelijke avond uit. De kinderen hebben hier heel erg op verheugd. Eindelijk! Oké. Ja? Ja. Nou, mama gaat nog heel eventjes de haartjes een beetje kammen. En dan zijn we zo meteen klaar. Bam, even. Take 2, hè? Ja, take 2. Nee, Luan is gewoon super enthousiast omdat hij het heel erg leuk vindt. Hè? Spannend. Spannend. Het is vooral ook spannend. Ja, we gaan er heel erg van genieten. Maar dit is voor mij de eerste keer dat ik om 7 uur op
op live staat. Ja, dat je live op tv komt. Dus ja. Voor de eerste keer. Jullie matchen echt leuk met ja, de maar video, gelukkig jongens. Kan ik lang opblijven. Ik ja. kan lang opblijven. Tot ja. 11 uur. Inmiddels heb ik mezelf ook aangekleed. Ik heb deze grappige haarband ook opgedaan. En dit is dus mijn outfit. Ik heb ook heel even wat boterhammen gesmeerd voor de kinderen. Ik weet al van de vorige keer, ze hebben daar wel avondeten. Maar ze vonden dat niet allemaal lekker. En ik wil wel dat de kinderen natuurlijk gewoon goed eten. Dus broodjes. Ja, die heb je niet gegeten vorige keer. En de soep ook niet. Nee. De soep? Oh ja. Dus ik denk, ik smeer boterhammen voor jullie. Dan hebben jullie in ieder geval lekker een boterhammetje om op te beuzen dus straks. Boterhammenworst. Gezonde boterhammenworst. Wij zitten inmiddels weer in de auto en Luxie doet het even lekker haar tukkie in de stoel. En Luan en Lucilla, hebben jullie er weer zin in? Ja. Jawel hè jongens. En Kelsey is ook er weer gezellig bij. Hallo Kelsey. En we zijn op weg naar... Hilversum. Nou, Luan wil naar Snelle toe. Ja. Nee joh. Ja, je zit in de top 3 met Snelle en Duncan. Het is heel koud, dus we gaan gewoon naar binnen hè. Hier moeten we zijn. Ja, nou Lucilla, krijg je een bandje. Luan, doe je pols maar naar voren. Kijk eens. Nou, hebben jullie zin in warm eten? Ja. Misschien hebben ze hier Chinees of doppertjes of worteltjes. Ze hebben patatjes. Ze hebben patatjes. Maar volgens mij hebben jullie geluk. Gaan we eten halen. Let's go. Kijk, want we zitten in het zaaltje. Genomineerden. Nou, en kijk eens, ze hebben hier gewoon een hele lekkere keuken. Met patatjes en groentjes. Oh, ik ga voor de gezonde zal. Nou, eet smakelijk. Ja, wij gaan even eten. En dat is in de biologie. Ja, die moet even in de make-up. Dus een bordje mag jij lekker. Ja. Tot zover zijn. Hallo, alles goed? Ja, alles goed. Het is hartstikke druk. Ja, en de 10 minuten voor de show. 10 minuten? Oké, we gaan opmaken. Nou, Klaas. Dus dames. Wij gaan eten, hè? We gaan eten, nee, de fysiologie. Wij wouden eten, maar we moeten eerst in de make-up. Eerst make-up, ik heb veel nodig. Ik had gisteren hier een dikke pukkel. Dus die gaat ze gelukkig camoufleren. Nou, we moeten even in de fysiologie. Dus ik heb net even een bordje kunnen eten, maar papa heeft volgens mij nog niet echt heel veel. Komt goed voor uit, want ik maar heb goed, een dieet. Hij heeft reserves. Ik wil de reserves, man. Dus nou, maar dit is mijn make-up. Ja, hij had een pukkeltje daar, dus het is nou mooi weggewerkt. Eens even kijken of ik ben... Ja, ik heb in principe wel een make-upje op, maar... Een beetje bijtip mag altijd. Ja, kom er maar langs hoor. Ja. Kijk, ik ben hier aan de beurt. Ik mag hier op zitten. Oké, ja. Voor de verandering zitten we een keertje hierop. Nou, daar hebben we alle kwastjes en alle poedertjes. Dus even kijken of er bij mij nog wat te poederen valt. Schat, ik ga weer terug naar boven. Kom jij zo weer naar boven dan? Ja, ik kom zo naar boven. En groetjes aan je kindjes, hè? Hoe heet ze ook alweer? Livia. Tot zo! Ik heb dat pukkeltje, die is nu voor een kamer. Nou, we gaan even eten. Kijk, ik heb een lekker stukje zalm. Wat wil je, water of een lekker zakje? Nee, ik mag 2 happen nemen en dan gaan we de limousine in. Oké, nou schiet maar op. Eet smakelijk! Kinderen, die willen nog even een make-upje op, dus we rennen nog eventjes naar de fysiologie. Kijk, Lucilla is al helemaal voor. Snel! We moeten zo in de limo. Gekkenhuis! Ja! Oh, Lucy, gaat Luan jou vasthouden? Ja, zo wil het wel, hè? Hallo! Ja, ze hebben kibbetjes en patatjes gegeten. Ja. Dan moeten we eventjes een mooi toetje maken nu. Jij ook? Ja, hallo! Ja, we zijn er weer. Zie je zo. Knap hoor. Oh, helemaal goed. Oh, wat van die sterretje. Ik wil je haast zien. Ja, lekker. Is Gio komt in de sauna. Kom mee in de sauna. Wat een goede outfit, jongen. Wat een goede outfit. Doen we Dani ook zo'n badjas? De verrassing zit eronder, neem ik aan. Hè? Nou ja, het is gewoon heel simpel zwart. Gezellig mannetje. Ja, zo. Ja, zo. Ja, eens even kijken. Wauw, nou dat is helemaal live uitzending proof, kids. Dit is backstage, kinderen. Nee. Backstage. Ja, dit is backstage. Ja, papa wil altijd even een glimp van de backstage. Kijk, hier gaan we straks naartoe. Wauw, dit is super vet. Kijk dit dan. Wauw, Luxie. Dit is mooi. Wauw, dit ziet er echt heel vet uit. Maar... Wow. En ze zei net al heel leuk, gewoon Kel. Kel, ze wil bij Kel zitten. Ze is geen Kel, maar ze kent Kel. Ja. Ja, dat is
lang. Gezellig, ja. Hè? Oh, we zijn er dan. Hallo, stukje wij. We zijn dezelfde categorie als wij genomen. Ja, we zitten hier in de beste Instagrammers met jullie en beste YouTubers. Ja, heel tof. Hallo Femke, hallo. Zit in de vlog? Johan. Ja, dit is een vlog, ja. Ja, klopt. Ja. Dank je. Wil je zin in vanavond? Ja. Ja. Blijf helikopter, hè? Nou, Klaas, tot zo. Onze limo schijnt hier ergens te zijn. Wauw, daar gaan we. Hallo. De Bellinga's limousine. Daar gaan we hoor, in de limo. Priscilla, Luxie, Luan. Wat heeft uw limousine mooie lichtjes? Voor jullie beeldvorming, we rijden een keertje op het televisiestadion. En of de televisiestudio, moet ik zeggen. Oh, kijk, ik vind deze lichtjes echt cool. Dat zijn we. Nu fix zo even je haar. Oh, ik vind het zo lekker. Je kan hier liggen, je kan hier chillen. Je kan hier op je iPhone chillen. Je kan hier een feestje bouwen. Wow, een feestje. Dat gaan we de volgende keer doen. We gaan hier liggen, dan gaan we gewoon een feestje geven. Ja, onder maar uit. Kijk eens. Ja. Daar zijn ze, de Bellinga's. Nou, dat was dus dat was het persmoment. En nu gaan we door naar, volgens mij gaan we nu echt naar de zaal. Ja, dus we nemen gewoon even een stukje. We hebben Luxie lekker bij ons. Ja. Luxie lekker bij ons. Zie je ons erbij. Kijk hier. Genodigd. Ja, je mag zo meteen bij Kelsey. Ze is helemaal gek van Kelsey. Dus iedere keer zegt ze ook wel naar Kelsey. Dus je mag zo lekker gaan knuffelen met Kelsey. Goed? Ja, eigenlijk al de award geworden voor beste oppas. Woehoe! Ja, Luan had dat Luan bedacht. Luan, ja, Luan had dat bedacht, hè? Kelsey wint de beste oppas. Onze beste vlogcast award 2018. Toen paste ze ook al op Luxie. Ja, toen ja. Drie jaar geleden. Ja, ja, grappig, hè? 2018, beste ja. Hey, wat zie je, Luan? Wat zie je, kerel? Daar hebben we Luan. Oh, are we ready? Ready to rumble!
ontzettend willen we enorm bedanken. Alsjeblieft, Steve. Jongens, we proberen altijd gewoon de beste content eruit te halen op het internet. Dus echt, we blijven zo... Wauw, hè? Stuk TV, goed verdiend, hè? Tot dan, man. Ja, Stuk TV is niet te verslaan natuurlijk. Zo begrijp ik. 2,5 miljoen, naar beneden zijn wij net bijna een 500 miljoen. Dus dik verdiend. Dik verdiend. Hey, we hebben nog, we hebben nu nog de beste Instagrammers en nog de beste liedje, Luan. Hey. Dat snelle, hè? En Duncan. Ja, gezellig, jongens. Dit zalletje, jongen.
steeds lekker met ons mee. De hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee.